De Betuwe is niet alleen bekend om zijn kersen, maar ook als fokplaats van het Gelderse paardenras, waarvan deze 7-jarige schimmel Tobias een fiere vertegenwoordiger is. Precies 500 jaar geleden werd in het Betuwse plaatsje Beuzichem de eerste paardenmarkt gehouden. En dat was reden genoeg om nu de markt eens extra feestelijk aan te kleden. Terzijde van het kermisgewoel had men voor de paarden nog een plekje schaduw weten te vinden. Prachtige oude beelden van de Beuzichemse paardenmarkt. Hoe is dat voor u om terug te zien? Schitterend. Ja? Ja, geniet ervan. Wanneer was de eerste keer dat u naar de paardenmarkt ging? 46. Oh, dat is echt lang geleden al. Ja, een hele tijd geleden. En wat zijn het voor herinneringen die u aan die paardenmarkt heeft? Allemaal prettige herinneringen. Heel leuk, heel gezellig. En je ontmoette je vrienden weer en je vriendinnen. En kwamen allemaal bij elkaar. Huizen werden vroeger gewit en die moesten gewit zijn in Beuzichem en Zoelmond. En hooibergen die er stonden, die moesten onder de karabeleum en teer zitten. En dat moest allemaal piekfijn in orde zijn. Want hoe oud was u toen u voor het eerst zelf handelde op de paardenmarkt? 16 jaar oud. Zo jong? Ja. En toen ging je echt al erop uit met paardenponies om te verhandelen? Ja, opzoeken eerst en dan proberen er iets aan te winnen. En als we zo, nou zo zitten te kijken naar die beelden, dat zijn beelden uit 1961, ziet u daar ook bekenden op? Daar zie ik nog bekenden op, ja. Een heleboel. Want wie komt u allemaal tegen? Wie komen ook er voorbij? Handelaren en boeren bij ons uit de streek. En jongens, uit dorp ook. Ja, vroeger kwamen ze voor de oorlog uit Frankrijk hier naartoe in Duitsland. Remontepaarden, oorlogpaarden kopen. Maar ja, dat is voorbij. We moeten het nu doen. Voor de hobbyisten en de ruiterij. 500 jaar paardenmarkt in Beuzichem. Evenals voorheen heeft men er ook nu weer het aangename met het nuttige verenigd.